jongens, kom allemaal tussen de hekken door. Omhoog. Neem de felicitaties in ontvang. Jullie hebben het gered, jullie hebben het gedaan. Voor de mensen om je heen, als je tas hebt, dan laten we die liggen in de plaatswagen. Dan krijg je pakken straks. Maar nu eerst tijd voor de knuffels, voor de omhelzingen, voor de warmte van je publiek. Voor alle weken, voor alle uren dat je al bezig bent geweest, omdat je moest trainen voor deze heroïsche opkoop. Nu even tijd. Schoenen uitzoeken als je er bent. En jong en oud komt nu, ze worden de helpende hand toegestoken voor de laatste paar meters. Ze zijn al het witte, de volgende keuken op de kust, maar dat weerhoudt ze er niet van om op te zwemmen en om over de streep hier te komen. Omdat ze zijn binnen, ze waren al binnen, de oude wolken staan hier vlakbij. Maar voor hem is het natuurlijk gelukt. Gefeliciteerd man! Mannen, vrouwen, gebroedelijke vaders, ons hebben allemaal hun doel gebracht, hun missie. Het is gelukt, geweldig om te zien. Er zijn nog paarden in water die willen maar geen afscheid nemen van de zee. Ze zijn zo blij, maar er zijn er ook heel blij die er al binnen zijn. Thank you.
Even weinig aan het strand naar die kant. Ja. En ik zie alleen maar een vrouw. Oh, kijk eens, 200 zitten hier bent. De deelnemers en de familie van de deelnemers opgeluchten gezichten dat iedereen er is. Gefeliciteerd, man! Heel goed, want het is mooi op je zicht. En iedereen gaat dus zijn of haar verhaal. Gefeliciteerd! Heb ik wat goed te maken, want ik doe het nooit. Gefeliciteerd, man. Oh ja, drijf op de golf. Gefeliciteerd. Komt het nog steeds op YouTube? Ja, tuurlijk. Komt nog steeds op YouTube. Hartelijk geluk. Jij beloofde het mij dat je het zou halen. En ik beloofde dat ik hier zou zijn dat je kwam. Wat zeg je, sorry? Zeg, jij had beloofd dat je het zou halen. Ik heb het gehaald. En je hebt het gehaald. En ik had beloofd dat ik jou weer zou zien. Dat we elkaar weer zouden zien. Nou, kijk, dat hebben we een mooie belofte voor je hand houden. Zo is dat. Geweldige prestatie, man. Echt en geweldig. Zeker knap hoor. Ik vind het echt super knap. Want jij, dat mij, jij is vers van iedereen gewonnen. Jij ging zo die kant op. Ja, ik moest die kano volgen. Ja. Ik weet niet waar die naartoe ging, maar hij zei af. Hij kwam heel netjes. Volgens mij heb jij wel 6 kilo. Heb jij ook de zandbank nog gehad? Nee, want die schuim kwam op de zandbank. En toen zei hij, ja, je moet die kant op, want anders... Ik zei, ja, maar mevrouw staat aan mijn krukken. Ja, maar daar staat ze aan de krukken. Je moet zwemmen. Anders dan kun je niet lopen. Dus ik ben een van de weinigen die het hele stuk niet gezongen heeft. Ja, maar goed. Komt goed, man. Je hebt mijn kaartje. Ja, dat klopt. Ja, lieve vrienden, dat was het dan. Er wordt al een feestje gebouwd daarin, maar mijn booster die staat helemaal daar. Weer helemaal... Daar moet ik dus helemaal naartoe lopen naar mijn booster. Die staat gelukkig nog, maar ik heb het sleuteltje in mijn jaszak. Als de rest er ook nog maar op staat. Hoor eens! Maar oké, we gaan er ook even naartoe. Nee. En we zullen het beleven. Hier hebben we nog een topper staan. Dat is ook zo'n topper. Ja, dat hebben we weer gedaan, hè? Ja, jullie hebben het heel goed gedaan. Het was zwaar. Het was een beetje lekker door. Lekker een beetje door. Ja, en dat gaat goed door. Samen uit, samen uit.
zwembad, want je trainen, je zwemt al een tijdje, hè? Ja, ik zwem al 7 jaar, wedstrijd zwemmen. En vorig jaar en dan heb je ook nog de ondergaande zon. Hoe mooi is dat? Wat vind je leuker? Ik denk een zeezwemmen eigenlijk. Oké, okay. Hey, en voor de rest meer lange afstanden dan met zwemmen, met wedstrijd zwemmen? Ja. 400, 800, 1500? Ja, zeker. Gaat goed? Ja, het gaat heel goed. Aspiraties? Komt het te giebelen? Maar is het goed? Ja, ik zie je allemaal knikken, ja, want je kan nooit van jezelf zeggen dat je goed bent. Hè? Nee, super gefeliciteerd. En onwijs leuk dat je als eerste het eiland Texel mocht betreden. Ja, heel leuk ook dat natuurlijk. Daar wordt Olivia nou weer blij van, hè? Dat is zo leuk van jou. Dankjewel, Deborah. 17 jaar jong, jongste deelnemer en gewoon als eerste op het eiland aankomen. Dan heb je meer in je mars dan dat ze je toegeeft. Ik hoor net hier van een grote kanjer, er staan nog schoenen op de dijk. En alle zwemmers zijn er gelukkig wel, want dat zou nog een beetje in paniek raken. Maar als iemand een beter paar schoenen wil dan dat hij had, dan kan hij nog een keer terug. Dus er staan nog schoenen op de dijk, die twee linker. Ze staan nu inmiddels bij de geluidswagen, dus dat is dichterbij. Dus degene die zijn schoenen vergeten is, ze staan bij de geluidswagen, daar kunnen de schoenen ophalen. Is Jochem Fries muts? Jo, ben een Fries? Nee. Ben jij wel een Fries, een muts? Ja, maar die heb ik gekocht op de Veteranendag. Het kind net. Het kind net zit erop. Het kind net. Dat is een heel slecht teken. Nee, al volgens mij. Maar die heb ik op de Veteranendag. Maar je versteert nog wel Fries of net? Ja. Oké. Ik heb beter verstaan dan het praten. Ja, dat praat, dat doe ik wel. Want ik zie hier langs Jochem naar de Fries te plakken. Ja, mijn haai door zijn ras echt te vries. En waar kwam die mooi dan? Achter Mantega. Mantega? Ja. Oké. Okay. Dan ben je echt zover. Ja, nou, hey. Ik ben een heldendaar, vind ik zelf. Ja, oké, okay, maar jij wil filmen. Maar we hebben jarenlang in. Ja, oké. Okay. Maar je bent al aan het filmen dan? Ja, aan het vloggen. Oké, okay, en dan wordt dan wordt dan knipt en weet ik het al hier wat. Ja. En een mooiste filmpje. Ja. Oh, dus ik kom nou op de film? Ja. Oh, je bent aan het vloggen? Ja, ik ben aan het vloggen. Oh. Ja. De hele familievlog. Mijn dochter vlog, mijn vrouw vlog, mijn zoon vlog. Ja, ja. Dus je hebt al je vlog. Dus ik kom nou ook in die vlog. Ik heet Via. Maar misschien herkennen ze me dan wel. Voor die, Ja, je weet het nooit. Ja, ik ben, ja. Nou ja, leuk. Leuk. Maar ik ken wel een beetje Fries hoor. Ja, maar ik moet ja, dan ja, maar voor de. Ja. Ja, maar dat heb je een probleem. Maar dat is verkeerd. En u kent dat verhaal van Grutte Pier? Heb je vader ooit wel? Ja, die had met een groot zwaard, hè, en dan moest hij zo de dijk, of dan moest hij zo naar Friesland. Ja. En dan moest hij die zin zeggen. Maar als je niet goed zei, wat gebeurde dan? En die was er nu afgegaan. Want het is moeten breien en grieën het zien, waar dat net zijn kind is, geen op rug te vliegen. Dat zei ik. Ja, maar helemaal verkeerd. Ja, nou. Ja, nee, dus dat was misgegaan. Nou, succes met de vlog. Dankjewel. En dan gaan we even kijken of ik mijn gezicht ook kan zien. Maak je wel. Ik ben wel in, dus komt ergens. Niet ja, je hebt de druk met vloggen. Ja, elke dag ben je bezig met vloggen. Ik vlog iedere dag, ik vlog iedere dag één. Ja, ja, iedere dag vlog. Andere week komt vlak de verjaardag van mijn. Oké, okay. Ja, nou ja. Heb je al iedereen op de vlog gezet? Ik ben bezig, ja. Ik heb al een meezwemmer van Maarten op de vlog. Waar is die van Maarten? Die in ons zit, ik al op de vlog. Heb je onze kleine Olivia al op de vlog? Die wil niet. Die wil niet. Die durf, ik had gevraagd. Samen met mij. Met om haar vraag te stellen. Ze wil zijn. Olijf. Onze engelen van YouTube. Maar ze weet dan wel wat de vlog is. Ze vindt ze wel leuk. Ze dood niet andere jaar, misschien is ze weer wat ouder.
Ja, maar ze is al. Ze heeft een kaartje gekregen, de moeder ook. Oh, hebben moeders ook een kaartje gekregen? Ja. Nou, dan komt het vanzelf. Komt het allemaal. Hey, succes. Dankjewel. Ja, jij ook. Hoi. En knip een vlog, ik zie je wel, hè, die vlog. Ja, dag. Voor de geweldige organisatie, de vrijwilligers, de kanovaders, de bootjesvaders, noem maar op. De heerlijke horeca natuurlijk die hier aanwezig is. De fantastische geluidswaarneming die daar zit. Voor iedereen bedankt voor deze geweldige inzet. En het gaat niet lang meer duren en dan gaan we over tot de huldiging. En natuurlijk de uitreiking van de cheque. En daar zal de ambassadrice van Bitof, Olivia, bij zijn. En zij mag de cheque tillen en dat is het hoogtepunt voor haar deze dag. Want dat is een cheque van vele duizenden euro's, kan ik al verklappen. Maar hoeveel duizenden, dat zullen we straks zien. Dat gaat het nog worden. Maar over een paar minuutjes gaan we daarmee beginnen. Nee. Ja, ik moet erbij. Ja, ja, ik wil even een rondje. Ik moet eventjes zo meteen. En dan thuis het gelijk monteren, of niet? Hey. Morgen. Nou, morgen misschien straks nog rij ik eventjes richting de Joubertstraat. Daar was vandaag brand, een middelbrand, een woningbrand. Ik wil even kijken. Ik vroeg het niet, want ik heb. Ja. Ik wil even kijken of het gewoon bij een familie van wat, mij is. Is er nog wat te zien is? Nee, maar het is donker straks. Ik ben wel een kop, jongen. Ik ga een beetje schoon. Dat hebben we goed gepland. Hoe ga je? Waar gaan we mee beginnen? Je gaat er weer om draaien. Eerst wat mensen bedanken. Ga je volgen? Ja, natuurlijk. Ik wil. Maken van het geld. Het zijn natuurlijk al onze sponsoren die onder andere de locatie hier mede mogelijk maken. Dat zijn inderdaad Café Bondia, de Helderse Jongens, DS Sound en nog een hele lijst aan sponsoren die hier niet zijn, maar die onder andere het fruit, de Elektra, de toiletten van Bols en noem maar op. Ik ga ze niet allemaal doen, maar ze zijn overal vermeld. Dus een groot applaus voor deze sponsoren. Want zonder hulp en steun van sponsoren is een evenement tegenwoordig nergens meer en dit prachtige evenement moet gewoon zo lang mogelijk doorgaan. Dat klopt, dat is absoluut waar. Nou, dan kunnen we concluderen dat alle 30 zwemmers het dit jaar hebben gehaald. Dat maken we niet elk jaar mee, dat iedereen aan de overkant komt zwemmen zonder uit het water te worden gehaald. Dus dat is ook wel een applaus waard. Applaus voor jezelf! Dan gaan we voor het geldbedrag ook nog drie andere mensen belonen. Dat zijn de mensen die de gouden badmuts hebben gehaald dit jaar. Die meer dan 3000 euro hebben opgehaald. Dick Kuijters, Peter Lubbers en Diana Kastelein. Ik mis nog van één gouden badmuts deelnemer de badmuts. Want we hebben voor deze drie een prijs die we gaan verloten. Dus als Rianne er nog is, is er nog? Is er niet meer. Ah, helaas. Dan gaan we het onder twee mensen verlopen. Dus de kans voor die deelnemers is wat groter om de prijs te gaan winnen. En dat is een verzorgd arrangement bij Down Under in Nieuwegein om te gaan waterskiën. Nou heb ik in mijn linkerzak. Overigens bij kansberekening, dit is altijd 50% kans. Als je winnen. Zo is dat. Maar we gaan kijken wie het gaat winnen hier. Een van de twee gouden badmussen wordt nog gouder en nog blijer. Olivia heeft het helemaal niet koud, zie ik. Hè? Mag jij zeggen welke hand het wordt? Links of rechts? Ogen dicht. Linkerhand, linker badmuts. Startnummer 5. En daar komt hij.
gefeliciteerd met dit schitterende, deze schitterende prijs van Down Under. Eerste waterschiet, dat is weer wat anders, hè? Dat is wel, ja, je moet alles een keer proberen. Heb je liever dat je dan... Maar als waterskiën kan je ook gewoon dit ding vasthouden en in het water gaan liggen. Nou, ik heb het één keer geprobeerd, je kent het wel met z'n draaiketting. En buikschuiven gaat goed, maar skiën nog niet. Dat niet weet. Het wordt een enerverende dag, begrijp ik al. Gefeliciteerd met je prijs. Dankjewel. De vlog komt er wel, hoor. En dan gaan we nu, dacht ik, over naar de stift. Ja, ja, ik wil het liefst wel alle deelnemers hierbij staan, alle echte zwemmers achter Olivia eromheen, dat jullie samen met ons kunnen zien wat er op de schep gaat komen. Ik wil 30 helden en heldinnen achter Olivia zien. Je begint met het euroteken staat er al, maar volgens mij begin je dan hier, hè? Potdorie, zegt ze, maar dan bouwen we toch de spanning op. Oké, ik ga proberen. Ja? We beginnen met het kleinste getal. We beginnen met de centen. 3. We eindigen op een 3. En dan ga ik weer achter je volgen. Jij mag achter je volgen. Ja. 3 miljoen. Dan een 5. Dan een 5. Dan mag er een komma. Een komma, want ja, 3 cijfers achter de komma lukt niet met... Dan een 0. Een 0. Een 5. Een 5. Een 3. Een 3, dus in ieder geval €350 binnen. Yeah. Yeah. En een punt. Komt er een 7. Een 7. En wat komt er voor? Wat komt er voor? Ratata! Een 6. En een 6. Holy shit, 67.350 euro en 53 cent. Helden en heldinnen. En ik heb een beetje verstand meegekregen, niet veel, want de rest komt er waanzinnig slecht uit. Maar ik weet nu wel dat er in 8 jaar tijd €390.000 door Stichting Bietof is binnengehaald hier voor Spieren voor Spieren. Daar wil ik graag. Ja, dan is nog het woord dadelijk denk ik aan de moeder van Olivia. Want het geld halen we natuurlijk niet zomaar voor het gehele doel Spieren voor Spieren op, maar eigenlijk voor een speciale dag. En dat is de Spieren voor Spieren dag. En we hebben ook beloofd dat de deelnemers met de gouden badmuts dit jaar daar weer mee naartoe mogen. Maar wat houdt dat in, de Spieren voor Spieren dag? Want dat weet natuurlijk niet iedereen die hier is. Ja. De Spieren voor Spierendag, dat houdt in dat je met lotgenoten, maar ook een beetje met broertjes en zusjes, dat die met andere broertjes en zusjes gewoon een heerlijke dag hebben. De families die rustig bij elkaar kunnen komen en ervaringen, maar ook gewoon even helemaal niks hoeven te zeggen. Want je hebt het gewoon leuk, je bent er om het leuk te hebben met elkaar. En ja, Ol vindt het altijd wel een feest. Het is één keer per jaar. En dan kijk je eigenlijk alweer uit naar het volgende jaar, als je naar huis gaat. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Maar ook Bietaf. Want jullie zijn iets meer wat prachtig is. Applaus komen is. En waar ik een meisje zie, zo geniet. En dan ook nog eens zo'n bedrag. Het is fantastisch. Dank jullie wel. Deze deelnemers van deze editie gaan huldigen met het speldje. En die heb jij al bij je als het goed is. Ja. Dus jullie mogen allemaal zo dadelijk je welverdiende Den Helder Kesselspeld komen ophalen. Yes. Bij Olivia. Hey. Bij Olivia en die fietsen bij jullie op. En ze gaan er niet doorheen prikken tot 9 keer. Deze dat is wel beter, hè? Want anders loopt je deelnemer leeg. Dat moeten we niet zien, want anders kunnen ze volgend jaar niet meer meedoen. En er is nog een nieuwtje, Bas, dat fluister jij in mijn oor. En dat mocht ik nu doorvertellen. Natuurlijk wordt er een 9e editie georganiseerd. Ik noem het gewoon natuurlijk, alsof het normaal is. Maar het is evengoed een enorm werk. En dat wordt verschoven. Want ze vinden het zo leuk, ze willen het al binnen 10 maanden doen. Dus dat gaat naar juni volgend jaar. Woe!
toppie. En dat is misschien qua tijd nog weer beter dan deze periode. We beloven ook, Bart, dat de helderste winter gewoon bijblijft. Ja, minimaal windkracht 5, denk ik. Lekkere golven. En dan weet ik ook dat er 1 medewerker van Spieren voor Spieren zeker niet op de boot zal varen. maar volgend jaar juni zal de 9e editie van Biethof Den Helder Texel worden gehouden. De geruchtenstroom dat het Texel Den Helder wordt, dat wordt bij deze nog tegengesproken. Dat is nog een beetje moeilijk. Maar het is nog steeds fantastisch om dit te zien. Ik mag hier nu over het 4e jaar bij zijn. En ik vond het heel dankbaar dat het eigenlijk een week werd uitgesteld. Want toen was ik verhinderd. Dus nogmaals bedankt daarvoor. En ik wil zeggen aan alle helden en heldinnen, heel erg gefeliciteerd dit jaar met jullie fantastische prestatie. Zeker namens de organisatie. Publiek. Dankjewel. Je moet een stapje naar achteren doen. Kom voor hem. Waarom gaan jullie niet even wat mee door de knieën op ooghoogte? Oh, door de knieën? Ja, op ooghoogte behoor je te gaan. Ik film hoor, maar op ooghoogte dat staat een beetje beter, vind ik. Dankjewel. Van nog een keer, nog een keer. Oh? Kijk, het is Belgium. Ja! En even deze kant uit. Ja, dankjewel. Ze moet even foto's zeg maar een lid van haar. Let op, hè? Ja, dankjewel, hè? Oh jee, oh jee, oh jee. Zag gewoon. Ja, ik zal. Dankjewel. Dankjewel, dames. Kan je? Wil je de check erbij? De wachtwoord? Ja. Oké. Dat is voor de krant, hè? Dat is voor de krant. Yeah! Ja? Ik smaal. Nee, hij kan niet laten. Nee, dat moet ook. Ja, dat is mooi hoor. Ja, dat is mooi hoor. Ja, dat is mooi hoor. Ja, dat is mooi. Dat is niet zijn weg van Frits. Ik zet hem wel even op de helft. Ja. Ik ga hem even naast. Ga je weer? Ja, ik kom zo voor. Ja, dat kan geen te kamer. Ja, voor jou was het niet. Ik vind het mooi zo dat je film. Ja. Ik film. Ik kom bij mij in de buurt staan. Ik ben nog zo. Corina, met die ja? En de beter. Maar nog maar even. En een taart. Mag ik veel niet naar waar? Ik blijf goed op de foto, hè? Ja, wacht even. Ja, kijk. Hier ben ik. Ik zal snel weglopen, hè? Ben je leuk, maat? Ik ook. Dankjewel. Gakken! Dat moet weten. Je behoort door je knieën te gaan bij invalide mensen. In het algemeen bekend. Zij zijn het vlogger. En ik ben vlogger, maar het is in het algemeen bekend. Of ook, ja, ik ben toch aan het filmen hoor. Ik ben ook een vlogger. Ik kan bewegen.
Maar het is algemeen bekend, bij invalide ga je door je knieën op hooghoogte. Kan ik een mooie foto met je hebben? En dan met de check erbij. Ja, natuurlijk. Ik wil me graag wel rusten. Ik zie nou niks. Nee, naar boven kijken. Oh, dat is al te laat eten. Jij die gaan op wat met stop of vijf en weer terug. Algemeen bekend. Als iemand in vlieg is, ga je op je knie, op je hurk, je buik. Ja. Het is een helder zo, net. Het is wel heel veel bord, hoor. Ik ga gewoon die kant staan erbij. Ja, 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 ik heb al een heleboel foto's van je gemaakt. Ik weet niet waar ik overal moet kijken. Nee, nee, niks. Kijk eerst maar die kant op. Dat is het belangrijkste. Nee. En dan, ik film, ik heb bewegen. Heel langzaam deze kant op draaien. Zo. En dan langzaam in. Die kant op de orde. Ik ga nou hier. En ik film, hè? En ik kan bewegen! Maar jij bent aan het volgen. Ja, dat mag je zelf ook niet. Ja, dat mag je zelf ook niet. Alleen niet op die jas, want dan had je jas moeten. Ik ken die. Ga je naar school? Jij was de jongste, hè? Wat zei je? Jij was de jongste. Nee, nee. Dat was Debra. En die... Die staat erachter. Staat die erachter? Ja, in een bordeauxrood shirt. Nou, dan mag ze als ze wil. En ze wil op de vlucht komen, mag ze zo meteen bij die voeten komen. Want ik ben weg aan van het staan. Ah. Ik moet weer even zitten. Ja. Maar het is wel algemeen bekend. Als je bij een invalide komt. En je, bent, en je wilt iemand bedanken om met te praten. Dat je even door de hurken gaat. Ja. Of erbij gaat zitten op een stoel. Met ze te praten. Ik weet het. Algemeen bekend. Ik weet het. Ja, nou, ik heb hem wel in beeld, hoor. Meer dan genoeg in beeld. Het is een vlogger, hè? Ja, oh, ja. Ik ben er niet zo van. Ik heb al een heleboel gevlogd, maar hij dacht dat ik jou niet in beeld had, maar ik had jou in beeld. Maar ja, en fouten moet je, mag je maken. Moet je maken en mag je maken. Het is beide, ja. En mensen zien... We zijn mensen, geen robots. Nee, dat is waar. We zijn robots. We zijn mensen, geen robots. Kijk, ja, je komt wel op YouTube, ja. Ja, nou kom je op YouTube zonder vragen te stellen. Ben je blij? Mooi! Hij heeft toch een antwoord gegeven. Zitten, want, Ik ga naar de booster. Ik ga naar mijn booster toe. Hé, die tafel is weg. Ik stond bij een tafel. Die is allemaal weggehaald. Ik zit weer. De tafel is vertrokken. Thuis. Ja, zoals jullie dat kunnen zien. Ik hoop het, want dit is met Karin. Haar geweeste camera, die ik van haar heb overgekocht. Want die andere, die staat aan de lader, want de accu was alweer leeg. Ja, kun je nagaan, hè? Maar oké, we gaan nu lekker een bakje koffie maken. Ik ben moe. Ik heb weer een hoop gestaan, gelopen en gedaan. En toch even goed onze kleine meid op de vlog. Ze zei later, kom ik toch nog op YouTube? Ja, kom je toch nog op YouTube? Leuk, geweldig. Maar ach ja, het is een grandioos meisje. Onze Olivia, die, ze staat er maar voor, hè? Op haar manier. Als ambassadeur zijnde. Van spieren voor spieren. Spierziekte voor kinderen. Dus als jullie doneren willen, niet bij mij, nee. Ik maak wel reclame, maar doneer alsjeblieft op Spieren voor Spieren
typ het in bij Google, spieren voor spieren, zwemmen voor spieren of wat dan ook, voor de spierziekte van kinderen. Ja, want daar gaat het om. Ook natuurlijk voor de volwassenen, maar dit is voor de kindertjes, voor die kleintjes die een spierziekte hebben. Daarom ben ik ook weer geweest en ander jaar wordt het eerder gehouden in de maand juni. En dan gaan we er weer heen. Ook al ben ik jarig, 23 juni ben ik jarig. Ik ga er zo weer heen. Voor nu zeg ik welterusten allemaal, lieve vrienden. Geniet nog verder van jullie avond. Ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!